Institute of Technology in Boston. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die wisten ontzettend veel van fotons en hoe dat kristallisatieproces gaat en hoe kan ik eigenlijk LED's maken. Ja, op een zo goed mogelijke manier dat je zoveel mogelijk lumen uit een LED kunt krijgen. En lumen is in het zichtbare licht, buiten het zichtbare licht ook, invisible light, dus UV, infrarood. Wij hebben het hoofdkantoor dus in Amerika. Dat is in 2014 verplaatst naar Silicon Valley in Sunnyvale. Rond die tijd zijn wij overgenomen door Sanan Optoelectronics, zit in China. Sanan is de grootste chipmaker in de wereld. Daar zijn we dus onderdeel van. En die waren eigenlijk op zoek naar ook high power LED's. Ze hadden over het algemeen ander soort dye principes waarmee je dus functioneel licht kunt maken. Maar het ontbrak een beetje de hogere power dyes voor industriële toepassingen. En met Luminous aan boord hebben ze die mogelijkheid nu ook. En het voordeel voor ons is dat het een ontzettend groot bedrijf is. Waar ons, ja, er zit een hele development achter. Wij zijn volledig geïntegreerd, dus wij doen volledig de ontwikkeling samen met Sanan naar nieuwe LED's. Ja, onze productie zit dus over het algemeen in Azië. Niet alleen in China, ook in Taiwan, ook in Maleisië. Om niet alles vanuit China te produceren, want dat kan wel eens macro-economisch niet interessant zijn. Dus wij produceren in Azië. Zelf zit ik in Eindhoven op de high-tech campus met een kantoor. En vanuit daar ben ik verantwoordelijk voor ik zorg eigenlijk voor alle klanten in Europa en Noord-Europa, in Engeland en samen met Luxendi in de Benelux, Nederland en België. Luxemburg. Nog even over Sanan. Het voordeel van Sanan ook is dat de manufacturing scalable is. We hebben de laatste jaren gezien hoe die flexibiliteit ons ook geholpen heeft om in tijden van corona of wereldwijde leverantieproblemen toch goed te kunnen opereren. En onze levertijden zijn eigenlijk over die hele periode niet significant slechter geworden. Wij houden zelf geen voorraden, dus alle orders die wij krijgen, dat wordt dan ingelegd en wordt in de productie gepland. Luxendi kan wel helpen bij voorraadbeheersing en dat is wel een voordeel. Wat wij normaal hebben als een lead time om iets in te plannen is ongeveer 4 tot 6 weken, een beetje afhankelijk van het product. Ten tijde van corona is dat iets omhoog gegaan. Na 8 tot 10 weken en sommige producten net iets langer, 3 maanden. Maar over het algemeen, ook het opschalen, als je dus echt gaat kijken naar we willen miljoenen LED's ineens maken, kunnen we heel makkelijk die productie opschalen naar hogere aantallen. Dan zal een eerste levering altijd die normale lead time hanteren, maar samen met Luxendi is het natuurlijk daarna gewoon op afroep beschikbaar. We hebben het licht verdeeld in 2 groepen. Dus light for living, dat is eigenlijk functioneel licht. LED's die gebruikt worden om licht te maken in voor huis, tuin en keuken oplossingen. Maar ook voor museums, voor entertainment, voor kantoren. Ook outdoor verlichting, waar eigenlijk op al die gebieden verschillende eisen aan de kwaliteit van het licht gesteld worden. Daarnaast is het portfolio van light for working. En dan heb je het over industriële toepassingen. Dat zijn eigenlijk hele LED's die heel zwaar aangestuurd kunnen worden. Soms zelfs tot 20 ampère, 30 ampère. Er zijn klanten die gaan nog verder. Wat je altijd in de gaten moet houden is natuurlijk de levensduur. Een levensduur die gaat eigenlijk vanuit wat in de datasheet als maximale stroom staat. Dan blijft de levensduur goed over het algemeen. Maar je kunt er altijd overheen gaan. Dus onze LED's zijn gemaakt met allemaal materialen en wirebonds die gewoon hoge temperaturen aankunnen voor die industriële toepassing. Maar die technologie die gebruiken we natuurlijk ook in de andere verlichting voor functioneel licht. Ja, er zitten heel veel klanten op medisch gebied, life science, endoscopie, waar xenonverlichting vervangen is door LED's. En dan koppel je het in een fiber. Natuurlijk disinfection met UV, onzichtbaar licht aan de UV-kant van het spectrum.
om bacteriën te doden, virussen kapot te maken, DNA kapot te maken. Maar het maakt ook kleuren, kan het ook beschadigen. Dus je moet met UV-licht erg uitkijken. Het is ook niet goed voor het oog. Dus altijd oppassen waar je precies wel of niet in een lichtbron kijkt. Entertainment. Lampen voor stage, voor optredens van grote theaters. En ook om gebouwen in kleuren te zetten. Of een grote verlichting. Machine vision. Er zijn een heleboel gebieden waar je echt LED's nodig hebt die met hele hoge stroom aangestuurd worden. Een hele andere eis aan de LED's dan light for living. Ook andere prijzen. Dan eigenlijk, wat ik vandaag ga vertellen is over de kwaliteit van het licht. En dat hangt natuurlijk samen met de golflengte, dus het spectrum waarin je in zit. We kunnen licht maken van het onzichtbare korte golflengtes, 260 nanometer voor disinfection. Helemaal tot infrarood, 950. En we zijn zelfs al daarbuiten aan het kijken voor SWIR, dus shortwave infrarood. Dat gaat dan tot 1500 nanometer. Maar dit is even het werkgebied wat we nu hebben. Er zitten wat gaps in. We kunnen eigenlijk alles maken, alle golflengtes die er zijn. Maar we doen het natuurlijk, het moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Soms zie je voor medische toepassingen dat er een speciale golflengte gevraagd is en die ontwikkelen wij dan. Er zit vaak een hoger kostenplaatje aan, omdat dan de aantallen lager zijn. Maar in principe kunnen we alles maken. Er moet wel een business case voor zijn. Goed, als je een golflengte maakt, dan heb je natuurlijk één specifiek punt waarop de meeste radiation is van het licht. Je kunt met rood, groen en blauw, LED, kun je een perfecte witte lichtbron maken. We kennen dat allemaal van tv's, CRT vroeger, LCD nu. Drie kleurtjes en dan maak je perfect wit licht. Maar als je dat dan als een lichtbron gebruikt, dan wordt het verhaal anders. Dan heb je natuurlijk een waardeloze color rendering. Want je zit al het spectrum daartussen, heb je niet. Dus wat doen we dan om het witte licht efficiënt te maken en ook goed van kwaliteit? Is daar rode, eigenlijk fosfor overheen te doen. En met dat fosfor gaan we de hele lichtspectrum maken. En dat is eigenlijk waar ik vandaag wat meer over ga vertellen. Wat je ziet is dat de laatste 10, 15 jaar is enorm veel gebeurd om die kwaliteit van het licht te verbeteren, van LED's met name. Er waren natuurlijk halogeenverlichting, gloeilampen, ander soort lampen die op hoge temperaturen fotonen naar buiten brachten. Die ook in de laatste 100 jaar perfect gemaakt zijn om mooie lichtkwaliteit te maken. LED is eigenlijk voor licht pas in de laatste 10, 15 jaar echt gebruikt. En in het begin was dat niet echt iets waarvan je zei, dat is licht waarbij ik me prettig voel. Het was een beetje cool, wit. Ook het licht wat er vanaf kwam was niet voldoende. Maar goed, er zijn een aantal technologieën om dat beter te maken. En we hebben eigenlijk diverse dingen gedaan in het licht om dat naar een hogere kwaliteit te brengen. Soms gaat die hogere kwaliteit, dus dat je het volledige spectrum maakt, want het volledige spectrum heb je nodig om alle kleuren die in de wereld zijn zichtbaar te maken. Om dat te doen, ga je andere technologieën toepassen en wil je het gewoon zo mooi mogelijk maken. En er zijn er een aantal scenario's. Wat je dus ziet, is dat daardoor soms de efficiëntie wat naar beneden gaat. En dan, hoe breng je die efficiëntie weer omhoog? Dat kan bijvoorbeeld met narrow band red phosphorus technologie. En wat zijn daar de voordelen en nadelen van? Daar kom ik verder nog op terug. Goed. De efficiëntie en hoe is eigenlijk een LED opgebouwd? Ik ga het met name hier hebben over COB's, chip on boards. Dan heb je eigenlijk een aantal dies, dus chips die gepackaged worden, die bij elkaar zitten met een fosforlaag eroverheen. Die dies die zijn over het algemeen blauw, de blauwe pomp, omdat dat gewoon de meest efficiënte pomp is die er bestaat. Dus de blauw licht, een blauwe LED, die kun je tot bijna 90% efficiëntie maken. En dat is eigenlijk de wall plug efficiency, dat is de stroomspanning die je erin doet, de power die je erin doet,
En wat komt er dan voor power uit? Blauw meest efficiënt. En we gebruiken dan fosforen die excited worden, opgewonden, geactiveerd worden door de blauwe dyes. En daardoor een volledig spectrum geven. Wat je dan doet is daar met name rode fosforen aan toevoegen. Even een voorbeeld in de laatste jaren wat er met de efficiëntie is gebeurd. Hè, door eigenlijk de dyes die erin zitten steeds meer efficiënter te maken. Hè. In het begin was het misschien 70%, die efficiëntie is steeds omhoog gegaan. En daarmee konden wij een hogere lumen per watt van de chip onboards maken. Nou is het wel heel belangrijk dat je die getallen vergelijkt met de juiste instellingen. Dus je moet alles met de juiste stroom vergelijken, want als je een lagere stroom gaat gebruiken, wordt een LED efficiënter. Dus vergelijk het allemaal met de juiste stroom en dat komt ook terug als je datasheets met elkaar gaat vergelijken. Soms zie je daar dat er andere stromen gehanteerd worden. En hoe lager die stroom is, hoe meer lumen per watt je dus krijgt. En de temperatuur heeft ook invloed erop. Als er 25 graden Celsius staat of 85 graden, kan een andere lumen per watt geven. Of geeft het eigenlijk altijd. Wat er nog meer meespeelt is het 90 CRI, Color Rendering Index, of is het 80 of 70 CRI. Hoe lager dat is, hoe efficiënter. Zal ik ook nog even uitleggen later. 3000 Kelvin, een warmere kleur of een koelere kleur. Ook daar speelt mee dat de hele lumen per watt anders kan zijn. Dus maak goede vergelijkingen. Appels met appels, de juiste instellingen en de juiste kleurpunten. En dan zie je dat het gegaan is van een 130 lumen per watt naar 160 lumen per watt. Natuurlijk als je die iets lager gaat kun je zelfs naar 180 gaan. De koelere, dus de 5000 Kelvin zit ook hoger. Maar deze getallen even om het vergelijk te maken. Ja, wat ik al aangaf is als je een kleur niet in je spectrum hebt zitten van je lichtbron, dan kun je het ook niet zichtbaar maken. Is er iets weer teruggegaan? Hè? Ja, grappig. In het daglicht, daar zit eigenlijk alles, alle kleuren in. De zon die geeft het volledige spectrum. Daar zit ook UV bij, er zit ook infrarood bij. Wat wij als mens niet zien, maar wat wel erin zit. Wat soms planten wel nodig hebben, wat wel nodig is voor het leven op aarde. Soms ook niet. Gelukkig dat er een ozonlaag is weer die bepaalde UV-spectra blokkeert, zodat dat we niet de hele wereld continu aan het desinfecteren zijn of aan het doden zijn. Zonlicht heeft alles. Dat varieert wel gedurende de dag een beetje. Je ziet 's morgens en dan is het iets blauwer licht. 's Avonds is het iets warmer. Tegen de avond natuurlijk. 's Avonds is het donker, dan is er helemaal geen zon. Maar dat varieert gedurende de dag en eigenlijk is het grappige van dat wij mensen daar ook gebruik van maken. Of gebruik in die zin dat je 's morgens geactiveerd moet worden met blauw licht. En dat we eigenlijk dan moeten gaan zorgen voor, gaan jagen, eten. We willen wakker worden, blauw licht. Later wordt dat wat minder, dan wordt het wat geler. Dan wordt eigenlijk melatonine level wat omhoog gebracht, wordt niet onderdrukt door blauw licht. En dan word je wat slaperig. Dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Ik zal daar nu verder niet over uitweiden. Ik kan er een andere keer een lezing over geven, hoe dat precies werkt. Maar het is wel belangrijk te weten dat verschillende kleurtemperaturen andere invloeden hebben op ons. En dat het dus heel belangrijk is dat je kwaliteit van licht voor ons fijn is, prettig is om wakker te blijven. Maar ook om op tijd te gaan slapen en onze rust te krijgen. Incandescent, de oude gloeilampen, lampen die branden, halogeen, dan zie je dat hem zeker in het stuk met rood en met geel licht, dat daar wat hogere pieken zaten of zitten. Typisch voor een TL-verlichting. Als je daar het spectrum van meet, dan zie je wel dat alles een beetje erin zit, maar dat er op verschillende punten pieken in zitten. Dit was eigenlijk een gloeilamp, dit is halogeen. Dus halogeen is eigenlijk het meest vergelijkbare nog met daglicht. Dat betekent dat eigenlijk met een halogeen lichtbron dat je ook zoveel mogelijk kleuren zichtbaar kunt maken. Dan LED's. Ja, wat ik net liet zien is een blauwe pomp. Dus je ziet altijd in blauw een flinke piek. En deze
de rest van het spectrum wordt eigenlijk gemaakt door het fosfor wat geactiveerd wordt door die blauwe piek. Je ziet dat met cool white die piek hoger is, dus dan heb je meer de koelere temperaturen, 4, 5, 6.000 Kelvin. Als je die piek nou naar beneden brengt, of eigenlijk, het kan best zijn dit is dan relatief, dat die piek, dat je meer licht hebt in het groen-geel gebied, dan krijg je veel warmer licht. Maar goed, je ziet wel dat er een dipje zit. En die dip die heeft natuurlijk ook invloed op het spectrum en op de kleuren die wij kunnen zien. Ja, hoe werkt dat dan precies? Een aardbei, rood, als die krijgt natuurlijk licht van daglicht, waarbij die mooi groeit, of licht van megatronics, groeit aardbeien. Het hele spectrum van je lichtbron schijnt op die aardbei en dat gaat dan terug naar het menselijk oog. Het menselijk oog heeft verschillende pieken, of eigenlijk waar bij onze ogen de retina die erachter zit, de cones die er zitten, de staafjes, die het meest gevoelig zijn. En dan zie je dat er bepaalde gevoeligheden zitten waarbij we wat meer licht zien. Rood is iets minder, blauw is hoog, geel is eigenlijk ook hoog. En dat vertaalt zich in lumens. En uiteindelijk natuurlijk in de kleur die wij zien, waar je dus het meeste kleur hebt. Een aardbei die reflecteert dus eigenlijk alleen maar rood licht. Dat rood varieert natuurlijk een beetje, maar alle andere kleuren die worden door dat lichaam, aardbei, opgenomen. Die reflecteert die niet meer. Het zichtbare licht wordt dus uitgedrukt in lumens. En dat is wat wij dus als mensen kunnen zien. Dus lumen, hoeveel een lichtbron uitstraalt in licht, is wat... Ja, misschien vertel ik dingen die u allemaal weet. Het kan zijn dat het onbekend is, maar stop mij als ik te veel in detail ga. Of als het... ik kan natuurlijk... We kunnen ook uitweiden over nog veel meer dingen. Maar het is wel belangrijk om te weten dat inderdaad het menselijk oog licht ziet en dat we het zichtbare licht vertalen in de lumens. En dat komt straks terug in lumen per watt, de efficiëntie van het licht. Het niet zichtbare licht praten we eigenlijk niet over lumens, dan praten we over de radiation, de power radiation die van de lichtbron komt. Goed, de kwaliteit van het licht. Je moet eigenlijk dat spectrum zo mooi mogelijk maken, dat alle kleuren zichtbaar gaan worden. Dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt daar andere dyes bij doen, behalve de blauwe pomp. Je doet er bijvoorbeeld een 480 nanometer, 490 nanometer dye, dus LED, hart van de lichtbron erbij. En dan kun je dat gat opvullen. Dus... Het voordeel hiervan, wij doen dat in onze perfect white, dus om het wit licht mooier te maken, doen we dat. En om eigenlijk het spectrum beter te volgen. Je kunt ook een UV erbij doen. Als je alleen UV pakt, dan trek je ook het hele spectrum omhoog. Je zult niet deze piek hebben, maar je zult hier een piek erbij hebben. Dat waren we in het begin mee bezig, maar we kregen terug dat eigenlijk van klanten in musea's, dat die daar niet op zaten te wachten, meer UV-content erbij, omdat dan kleuren van schilderijen wel eens zouden kunnen gaan vervagen. Dus daar willen we eigenlijk zoveel mogelijk van wegbrengen. Vandaar dat dit daar een perfecte oplossing is. Dus de cyan dip die erin zit, werd geëlimineerd om daar een dye bij te zetten. Nou, wat je dan ziet, is dat je hele color rendering naar een hoog niveau gaat over het volledige spectrum. Als dit getal 100 is... Ja, dan zit je eigenlijk op het perfecte wat je kunt reflecteren van een body. Dat is heel goed. Dan is er nog andere waarden die aangeven dat je misschien wat overgesatureerd bent. Dus over de kleuren wat te veel rood maakt. Als dat getal te hoog is. En je ziet dat de rode content, behalve die dip, hebben we ook wat rood content erbij gedaan. Waardoor dit gebied ook wat mooier werd. Dus de R9, een getal wat aangeeft hoe je rood licht is, is daarmee ook ontzettend omhoog gehaald. Bij een normale lichtbron waar dit eigenlijk ontbreekt, dit stukje, dan heb je misschien maar een R9 van 50, 60. En dat is eigenlijk onvoldoende om een mooie rood weergave te maken. Dus rood erbij.
Het nadeel daarvan is, hè, ja, dat staat dan daar natuurlijk niet op, of staat het er wel op. Goed, wat je dus doet, je brengt hier een dye bij, die niet blauw is. Blauw is het meest efficiënt, deze is iets minder efficiënt. Dus de efficiëntie, lumen per watt, gaat iets naar beneden. Maar je maakt wel perfect kleur. Er zijn altijd voors en tegens. De CRI, Commission, wat was het ook weer? Commission International d'Éclairage. Het is een Frans begrip. Dat was een Franse commissie van 50, 60 jaar geleden. Die eigenlijk bepaald heeft hoe ga ik dat nou meten. En laat je CRI, dus de Color Rendering Index van een lichtbron, in een getal uitdrukken. Voor die aardbeien dus, als je verschillende CRI's hebt, hè, dus 70, dan worden de kleuren niet helemaal netjes weergegeven. Lagere CRI. Maar ze gaan er eigenlijk wel vanuit dat het vanaf 60 toch redelijk goed is. Dus je ziet vaak ook dat in straatverlichting of buiten, waar je zoveel mogelijk licht wel wil hebben, maar eigenlijk de efficiëntie is belangrijker. Efficiëntie is hoger bij lager CRI dan bij hogere CRI's. Maar de lichtkwaliteit, de kleurweergave is stukken minder. Dus lichtbronnen met een hoge CRI in principe geven een betere color rendering en geven veel levendiger kleuren. Dus hoger is een more accurate naar de echte kleur. Maar de efficiëntie die is misschien niet goed genoeg. En waarom is dat? He, dat is eigenlijk het hele verhaal tussen CRI en efficacy, de efficiëntie van een lichtbron. We doen eigenlijk graag meer rood content erbij, omdat we dan de lichtkwaliteit weer kunnen verbeteren. Hogere R9's. Alleen rood, en als je dus een breed band rood hebt, dan kom je ook in het onzichtbare stukje. Kom je bij infrarood, dat kunnen we niet zien. Dus dat vertaalt zich ook niet in extra lumens. En vandaar dat dan die efficiëntie naar beneden gaat. Want lower CRI's, hè, die eigenlijk een lagere CRI, daar zie je steeds meer blauw content en yellow, green in. En als je, heb je dus meer licht, heb je ook een hogere efficiëntie. Ja, maar dat is leuk, die efficiëntie is goed, maar de CRI is dus lager. Nog even over CRI, hè. Dus dat is een getal wat we gebruiken om uit te drukken hoe goed de color rendering is van de lichtbron. Maar het is alleen een getalletje en het getal 90, 95, 100, 100 heb je niet. Maar het zegt niet alles, dat getal. Er zit veel meer in, omdat ook toen het gedefinieerd werd door die commissie, ging men uit van een color rendering met 8 lichamen. Dus 8 kleuren werden er bekeken. En ten opzichte van die 8 kleuren werd de kleur die de lichtbron gaf en die het daarna uitstraalde, gecontroleerd met die lichtbron. Is het 100%, dan is het 100. Maar vaak benadert je dat en dan kom je op een lagere CRI uit. Maar goed, het zijn maar 8 kleuren, dus er zit nog een heel groot gap tussen. Later is IAS, dat is dan een internationale, dat was een Amerikaanse organisatie, Illumination Engineering Society, die heeft de TM30 guidelines neergelegd. En daar worden eigenlijk 99 kleuren samples vergeleken. Dus je kunt eigenlijk alle kleuren, die ik even hier in een cirkel zichtbaar maak, kunnen allemaal vergeleken worden. En hoe beter je dus die kleuren, de oorspronkelijke kleur benadert, dan zit je op die cirkel. Zit je daaronder, dan geef je eigenlijk te weinig kleur weg. Of zit je daarboven, dan gaat ook het getal naar oversaturation, dan gaat hij over de 100. En dat is eigenlijk de gallium index en eigenlijk ook het getal RG wat erin staat. Dus RG, RF, getallen, fidelity index, gamut index, werden geïntroduceerd samen met TM30. En als je al die kleuren dus vergelijkt, dan zie je hier waar je op kunt komen en probeer je zo goed mogelijk te zitten om de juiste kleurweergave te hebben. Goed, dus deze meetmethode of die guidelines worden vanaf nu gehanteerd om te gaan kijken, heeft mijn lichtbron de juiste kleurweergave? Het vertelt veel meer dan CRI-getal alleen. De black body,
Blackbody locus. Ik weet niet of iedereen daarmee bekend is, maar misschien de meeste van u wel. Blackbody line. Die lijn is eigenlijk een lijn waarop punten zijn met gedefinieerde situaties. Dat is locus, daar staat het woord locus voor. Blackbody, dat is een lichaam dat gloeit. En dat gloeit met een bepaalde kleurtemperatuur. Alleen die kleurtemperatuur. En dan zit je op dat punt. Dus een gloeiend lichaam, wat kan zijn van 10.000 tot 2.000, 1.800 Kelvin. Kelvin, de temperatuur. En dat is dan de kleur die dat blackbody uitstraalt als lichtbron. En daar heb je dus al deze verschillende... Dus als je zo goed mogelijk kleur van die 3.000 of 4.000 Kelvin zou willen hebben, moet je op dat punt gaan zitten met je lichtbron. Een menselijk oog. En wat je dan eigenlijk ziet is dat die lijn, dat zou eigenlijk wit, een wit licht moeten zijn. Omdat het een blackbody is, hè. Die in een bepaalde kleurtemperatuur zit, maar dat witte licht gaat hier meer naar het blauwe toe en gaat hier meer naar het groene toe. Het menselijk oog heeft eigenlijk deze lijn als wit lijn, wat ze als wit ervaren. Dus als je een lichtbron maakt die onder de 4000 Kelvin zit, dat is ongeveer het punt waarop het menselijk oog die wel perfect wit licht op de BBL ziet. Dat kan voor ieders oog wat anders zijn. Niet al onze ogen zijn hetzelfde. Dus dat varieert een beetje. Iemand, de ene zal het wat anders vinden dan de ander. Maar je ziet, als jij boven die lijn gaat zitten, wordt het wat groener. Hieronder wordt het vaak wat pinkischer. Vooral als je er wat verder onder gaat zitten. Maar wit licht voor het menselijk oog, dat ligt ongeveer op die stippellijn. Dus dat zou eigenlijk de perfecte lijn zijn die je moet volgen om ook het licht wit te maken. Zodat, of wit in die zin. Dat dit is nou grijs, hè, maar als dit wit zou zijn, aan die kant is het zwart. Dit wit licht wil je ook dat het wit eruit ziet, de witte kleur. Dus ook al heb je een 3000 of een 4000 Kelvin, het moet wit blijven, het moet niet gelig worden, het moet niet een andere kleur krijgen. Dus dan zou je het beste deze lijn kunnen volgen. Blackbody en chromaticity coordinates. En wat doen we dus met onze LED's om beter wit licht zichtbaar te maken? Gaan we ze onder die BBL leggen. Dus de kwaliteit van het licht wordt dan verbeterd door jouw fosforen zo te mixen dat je net iets eronder komt. En dan zien wij dat als mooier wit licht. En dan je moet wel natuurlijk de kleurenweergave zo goed mogelijk hebben. Je moet ook die zo dicht mogelijk erbij blijven. Er zijn allerlei trucjes om dat te kunnen doen. Er zijn natuurlijk ook kosten meegemoeid. Goed, een van de dingen, hè, om dus een betere compromis te hebben tussen wit en tussen een kleuren, kun je je lichtbron, een 4000 Kelvin of een 3000 Kelvin, net iets onder die blackbody lijn trekken. En dan heb je een hele mooie kleur en ook beter wit. Dus het is een goede combinatie om dat te doen. En dan zie je inderdaad dat je dat spectrum wat beter volgt hier. En ook, je houdt, we zitten hier dus bij 92 en 97 CRI. Dit product is zo gemaakt dat alleen maar typisch op hoge CRI-waarden zit. Dus een hele mooie color rendering. En binnen de ANSI-bins. De ANSI-bins is dit vierkant wat gedefinieerd is van dit is een 2700 kleurpunt. Maar ja, wij zullen, als je hier gaat zitten, wel in 2700 of hier, zullen we een kleurverschil kunnen waarnemen. En dat wil je niet. Dus je wil eigenlijk zo goed mogelijk, zo kleine mogelijke gebied hebben waar jouw product LED in zit. Maar goed, dat gebied hebben we dan, dat noemen we dan de Macadam ellipse. Die is 2 of 3. Dit is 2, dit is 3. Iets daaronder, wel in de ANSI-bin. Dus je krijgt hier een perfect voorbeeld hoe je een LED maakt die een goede kleurweergave heeft. Iets anders wat je kunt doen is wat ik al aangaf, je kunt er meer LED's instoppen, meer dyes met andere kleuren. Wat we hier doen is, behalve de blauwe standaard die gebruikt wordt, komt er een 430, 440 bij. Je blijft weer weg uit 400. Maar je doet de piek van 430 ongeveer bij. De standaard de blauwe 450, 460 en dan een piek in 480, 490. En je zit perfect op die halogeencurve.
of eigenlijk van de referentiebron. En daarmee maak je een COB die heel mooi is voor museumverlichting. Die perfect alle kleurweergaves laat zien. Blauw is blauw, rood is rood en alles wat ertussen zit laat hij ook zien. Omdat je dat spectrum netjes volgt. Een nadeel van die dice, 430 en 480, is dat die minder efficiënt zijn. Dus die efficiëntie, ja, die gaat iets, die komt eigenlijk niet boven de 100. En dat is ja, niet gewenst als je een meer efficiënter licht wil maken, ook in het kader van huidige energieconsumptie. Dus perfecte waardes op alle kleurenreferenties zit allemaal boven de 90, boven de 95 in veel gevallen zelfs, maar de efficacy is niet al te best. Dus ja, dat is eigenlijk waarin we steeds bezig zijn geweest om licht mooier te maken, maar soms gaat het ten koste van efficiëntie. Dus wat gaan we dan doen om die efficiëntie omhoog te brengen? Nou, er is een nieuwe fosfor die er eigenlijk al jaren is, maar die gestabiliseerd moest worden. We zijn een paar jaar bezig geweest om te kijken naar de verschillende fosforen die er zijn. KSF-fosforen zijn dat dan. En die kun je gaan gebruiken om dat omhoog te brengen. Wat je doet is eigenlijk meer rood content erin brengen. En daarmee maak je dus eigenlijk, wat de bedoeling is dat je dus nu een 80 of een 90 CRI bron hebt. Dus zo goed mogelijke color rendering met de efficiëntie van wat eerder 80 was. Hè. Dus lager 80, 70 had meer licht, meer geel, meer groen wat ik eerder vertelde. Dus die zijn efficiënter. Dus je wil dat je daar met de fosfor een betere fosformix van maakt. Nou, dit product hebben we in de volledige range van 4 LES, dat LES is de grootte van de bron, tot 22. En over de verschillende kleurpunten, dus koelere en warmere. En dan allemaal boven de 90 CRI. Ja goed, en hier maak je gewoon al veel betere licht. Ik ga iets meer vertellen over die narrow band fosfor, want daar zitten natuurlijk voordelen aan. Hè. Hij maakt efficiënter, goede kleurweergave. Hij is heel mooi in het spectrum. Hij heeft ook een hele goede uniformiteit. Hè. Het is ook belangrijk dat je een uniform licht geeft, dat het over alle... Als je een spot maakt, dat het over alle punten een uniforme lichtverdeling geeft. Dus de optical emission uniformity is goed. En ook op thermisch is die fosfor goed om een lange levensduur te garanderen van de lichtbron. Dus je hebt je levensduur, de lumen maintenance. Hè, we leerden net in het vorige verhaal dat je dat ook met de driver wat kunt bijdoen over lange termijn. Maar we willen eigenlijk dat de lichtbron toch al... minstens 30.000, 50.000 of zelfs hoor je soms 100.000 uur die lumen maintenance goed stabiel houdt. 100.000 is een beetje overdreven voor normale huistuin- en keukenverlichting, want die heb je alleen 's avonds aan. Ja, hoeveel uur zit er in een jaar? Wat is het? 8.000, 9.000, ik weet het niet. 24 ja, per dag. En dan keer 360. Dus 100.000, ja, als je die continu aan hebt, dan kom je nog niet aan de 10.000 per jaar. Maar goed, het is wel weer een getal wat je kunt marketen en laten zien van ik kan 100.000 uur of 50.000 uur meegaan. Maar goed, dat is dus met de fosforen die wij gekozen hebben geen enkel probleem. Er zijn wel nadelen zijn wat dingen waar je goed op moet letten met KSF. Dat zijn je meet accuracy, als je het gaat meten, een COB... zul je soms rare dingen zien. En dan, ik zal uitleggen waar dat door komt. Ook de kleurshift effecten door temperatuur is iets gevoeliger dan de standaard nitride fosforen. Dus bij 25 of bij 85 graden zul je een kleine kleurpuntverschuiving kunnen waarnemen. En daar zie je ook weer verschillende kleurpuntverschuivingen bij verschillende fosforleveranciers. Dus we hebben allemaal geëvalueerd wat moet nou de beste fosformix zijn die we willen doen. KSF, dus je hebt blauwe dye en die fosfor die erop zit, die wordt opgewonden, die wordt geactiveerd, excited, door die blauwe licht. En die moet natuurlijk in een bepaald gebied waar blauw zit ook heel erg gevoelig zijn.
dit is de gevoeligheid van KSF. Dus hoe die, en wat hij dan doet is, als hij die piek krijgt, gaat hij in dit stuk, in het rode stuk, gaat hij zijn spectrum geven. Je ziet hier wat pieken, dat is anders dan een standaard fosfor. En dat betekent dan meteen dat je daardoor misschien wat onzuivere metingen zou kunnen krijgen, als je die niet met goede meetmethodes meet. Wat belangrijk is, we willen dus eigenlijk meer rood toevoegen, zoveel mogelijk goed rood, efficiënt rood, om dat perfect te maken, maar ook om de efficiëntie omhoog te brengen. Alleen efficiëntie, dus je moet lumens hebben in het zichtbare licht. Hè. Wat ik al zei, lumens is, houdt rekening met het menselijk oog. Wat boven de 700 nanometer zit, dat zien wij toch niet. Dus dat draagt ook niet bij aan de efficiëntie. En dat laat ik hier dan nog een keer zien. Als je de standaard nitride fosfor pakt, hè, die op deze curve zit, dan heb je heel dit stuk wat je met een KSF fosfor, dat is dus een narrow band red fosfor, daarom heet dat zo, omdat die een kleinere band heeft. En dus met het stukje waar je licht hebt wat je niet ziet, zit daar ook niet in. En vandaar dat hij efficiënter licht geeft en een hogere lumenwaarde. Dus de kleurkwaliteit, wat we nu kunnen doen, is de kleurkwaliteit van 90 CRI en de efficiëntie van wat voorheen 80 CRI was, in één LED brengen. Het werkt ook hoofdzakelijk voor deze fosfor, voor de 90-95 CRI. Daar zie je de benefits. Dus het heeft eigenlijk geen zin om een product te maken met 80 CRI, met narrow red band, want daar heb je de voordelen daarvan niet. Ja, dit is even een overzicht van een totale meting wat je uit de TM30 krijgt. Het is vandaar niet te lezen, maar het is wel te zien dat die pieken dus hier beter liggen dan daar. Dus dit geeft een betere kleurenweergave. Dit is dan ook een 90 CRI. Dit is een 80 CRI. Dus daar zie je duidelijk verschil in het kleur. Dit is dus wel met KSF, dus je ziet mooi rood. Je ziet mooie benadering. Deze twee laat ik even zien, omdat deze twee lichtbronnen hebben dezelfde efficiëntie. En dat is het mooie, hè? Dat je hier dus een 80 CRI hebt, die efficiënter licht geeft. Maar deze 90 CRI met deze kleurweergave geeft exact dezelfde efficiëntie door die KSF-fosforen. Goed, als je dan kijkt naar, hè, want dit is dan het vergelijk met 80 en 90 qua color rendering. Als je dat vergelijkt met deze, hè, dus je ziet dat verschil. Dit was 80 en nu is het ook 90. Dit is een standaard 90 CRI COB. Dit is de COB 90 CRI met KSF-fosforen. Vergelijkbare kleuren dus, mooie kleuren, maar de efficiëntie van een 80 CRI. Ja, dat komt dan eigenlijk door het betere spectrum, het betere excitation, opgewondenheid raken van de fosforen die erin zitten. Dus nu hebben we bereikt dat je weer een efficiëntere lichtbron maakt met andere fosfortechnologie. En ook precies een goede color rendering. Nou, dit laat nog even zien wat de verschillende fosforen die er zijn, hè, die eigenlijk de standaard nitride fosforen, JAK fosforen, die in die gele slurry zitten, die over die COB zitten. En hoe dat die verschillende, je ziet dat ze allemaal de piek hebben rond de 450, dat is het voordeel van die fosforen. Bij 450 blauw licht worden die gewoon geactiveerd. En deze curves geeft aan welke emissie die dan uitstralen. En dan zie je dat die andere een veel bredere band zijn dan de narrowband red fosforen. Ja, het andere is de levensduur. LMAT is een LMAT-test. Dat zijn de testen waarmee we in de LED-wereld aan kunnen geven hoe goed de lumen maintenance is van je COB. Dus dit zijn dan actuele testresultaten, hè, van 6000 uur.
En volgens de guidelines mag je dat dan, de energy, wat is het, de energies TM21 standards, mag je dat dan 6 keer vermenigvuldigen. En geeft het aan 6000 keer 6, dan kun je zoveel 1000 uur claimen. Lumen maintenance, dat die nog 70% geeft, of 80% of 90% van je licht, oorspronkelijke licht. En dat is dan de L70, B50 of B10. Dat is weer een heel ander getal, wat ook weer een hele andere lezing is. Maar in ieder geval, LMAT is een meetmethode die wij doen om aan te geven hoe lang de levensduur is van de LED. En zonder dat je aan de driver hoeft bij te draaien. Wat normaal gebeurt met LMAT is, als je een nieuwe lichtbron brengt en je wil je LMAT getal kunnen laten zien aan je klanten, ja, dan heb je dus die 8000 uur of 6000 uur van testen nodig. Dus die LED's die staan gewoon een jaar lang in test voordat je resultaat hebt. Als je nou een nieuwe LED introduceert, maar die gaat met bestaande technologieën, dan kun je je LMAT getal bij Similarity gebruiken voor je nieuwe generatie. En dat is in de industrie van onze concurrenten en wij zelf ook, proberen dat zoveel mogelijk te gebruiken, dat we niet die test opnieuw hoeven te doen. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je niet iets dramatisch nieuws toevoegt aan het element van de COB, waardoor die zou kunnen verslechteren. En dan mag je die similarities gebruiken. Wij vonden dat bij het introduceren van deze nieuwe fosfor KSF niet kon. Er was te veel onzekerheid, dus we hebben al onze LMAT's opnieuw getest. En dit zijn daar de getallen van. Het ziet er gewoon goed uit op en dat is een van de dingen waarom wij voor de KSF van General Electric gekozen hebben. Het geeft een goede lumen maintenance, maar ook een goede kleurconsistentie. Dit is de afwijking in jouw kleurpunt, waar die na verloop van tijd zou zitten. Dus heel weinig. En ook bij hoge temperaturen. Wat ik wel aangaf, en dat nou, eigenlijk zou ik nou moeten stoppen, want dit waren alle goede dingen van KSF. Maar goed, er zijn dus wat mindere dingen. En dat is ook die temperatuur, of je nou op 25 graden of op 200, oh, nou, 200 is overdreven, 105, 110. Het verschil tussen 85 en 25, dan gaat hij al iets verschuiven in kleurpunt. Normaal gesproken kun je onze LED's heel hoog aansturen. De datasheet staat misschien een bepaalde typische waarde, maar je kunt er 2 tot 3 keer die typische waarde kun je eroverheen gaan, dan blijft dit allemaal goed. Bij de KSF willen we dat limiteren op 105 om veilig te zijn. Normaal gesproken, vanwege de kennis die we hebben met de lights for working, kun je die LED's heel hard aansturen. Zodat je veel meer licht eruit krijgt, maar veel meer licht gaat weer ten koste, of veel meer stroom ten koste van de lumen per watt. Ja, wat is er niet zo mooi? Door die pieken die je erin hebt zitten, ga je hele rare dingen soms zien in je spectrometers. En als die geen goede resolutie hebben, dan ga je niet het juiste kleurpunt kunnen zien. Dus ook hier, kijk uit met de spectrometer die je gebruikt als je een COB met KSF gaat vergelijken met een normale. Je zou dan zelfs teleurgesteld kunnen zien, omdat je een getal ziet wat niet dat beloofde getal laat zien wat ik op de eerdere slide liet zien in color rendering. Dat kan te maken hebben met de spectrometer. Vooral in de R9, dus in het rood, omdat daar die pieken zitten en de variaties die erop zitten, moet die tijd heel goed zijn. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de responstijd. Een fosfor heeft altijd een respons. Het is soms wat vertraagd. Dus we zeggen ook, je moet hem een tijdje aan hebben staan eigenlijk om te zorgen dat die responstijd beter is. Maar ook als je lage responstijden hebt in je meetsystemen, kun je weer rare effecten krijgen. Dan kun je eigenlijk gaan denken van, het is niet wat ik dacht dat het was. Dus het vraagt aan de kant van, aan ons als LED-makers vraagt het wat extra's om te doen, maar ook aan de kant van de klanten, zorg dat je de juiste apparatuur hebt. Dus dat is eigenlijk een nadeel ervan. Het is een heel mooi, als je het allemaal niet hoeft te meten, je kijkt gewoon naar de kleur, ziet het er perfect uit, maar als je het gaat meten, zie je soms rare dingen. Maar hier nog even die variatie in de CIIA XI, de
kleurcoördinaten, zoals die gedefinieerd zijn door die commission de l'éclairage. Verschuivingen, shifts versus de pulse width. Dus als je pulse width, wijdbreedte, van niet goed genoeg is van jouw van het signaal wat je erop zet, dan kun je hele, hele vreemde dingen zien. En daar had je met een andere, een ouderwetse conventionele technologie met nitride-fosforen minder last van. Het effect bestaat altijd, maar wordt nu echt omhoog gebracht. Goed, er zijn dus verschillende KSF-fosforen op de markt. Er zijn eigenlijk maar 3 of 4 die goed zijn, die betaalbaar zijn en die ook de kwaliteit hebben die wij goed genoeg achten om in een COB te brengen. Maar toch zie je wat verschillen. Degene die wij gekozen hebben van GE, die heeft het mogelijk gemaakt om een vrij kleine verschuiving te doen. Hij is er wel, helaas. Bij 25 en bij 85 graden. Maar goed, je ziet dat net eigenlijk op de rand van die 2 STCM valt, waar je lichtbron sowieso invalt. Een concurrentie van onze competitor die heeft een andere fosfor gekozen. Die zaten iets te veel boven de blackbody met die fosfor. En dan zul je ook zien, wat ik al eerder liet zien, dat je dan iets meer in het groenere licht terechtkomt. Hè? Omdat je net bij boven de 3000, waar je eigenlijk liever eronder zou willen zitten om wit licht te kunnen zien. Maar je zit erboven, dus het wordt iets groener. En ook dat verschil tussen 25 en 85 is groter. Dat heeft echt lang geduurd om de juiste fosfor te vinden. En vandaar dat die introductie, die we eigenlijk al 2 jaar geleden gepland hadden, maar die is eigenlijk pas dit jaar volledig gekomen in deze COB's. Dus ja, als je de beste efficiëntie wilt van je LED, dan moet je er één nemen met KSF-fosforen. En dan ook dus een goede kleurweergave als je dat wil hebben. Als je daar niet om geeft, kun je gewoon de oude technologie in 70-80 CRI pakken. Goed. Samenvattend. Ja, er is, wat ik vertelde al, er is een elk jaar een verbetering gekomen op de efficiëntie. Die is langzaam steeds omhoog gekropen. Maar het verschil tussen 80 CRI en 90 CRI bleef eigenlijk altijd bestaan. En dat is nu met de KSF-fosfortechnologie eigenlijk helemaal weggevallen. Nou ja, dan hebben we. Ja, je kunt betere kleur maken. En dat is eigenlijk iets wat dus gevraagd werd. Hè. Ik wil gewoon een goede kleur hebben. Ik wil de perfecte kleur hebben. Dus steeds meer in de technologie gestoken om dat mogelijk te maken. Maar het ging ten koste van efficiëntie. Dus we hebben COB's gemaakt die net iets onder de blackbody locus zaten, voor beter wit, betere balans. We hebben verschillende dyes toegevoegd om het spectrum te kunnen volgen. Maar goed, de efficiëntie ging allemaal wat beneden. En dat is natuurlijk met de KSF, hè, is dat veel beter geworden. Dus wat je wel niet moet vergeten, LED's met KSF-fosfor, het is eigenlijk een compleet nieuwe light source. En ja, vandaar dat je aan je meetapparatuur moet gaan nadenken, maar ook dat je niet meer lumen maintenance zomaar kunt gebruiken van voorgaande generaties. Dat moet je allemaal opnieuw doen en dat doet niet iedereen, helaas, op dit moment. Ik zou graag naar het volgende willen, maar iets hapert er nu. Wat ik net vertelde over de kleuren is dat je dus de meetapparatuur moet je goed in de gaten houden. Je moet de appels met appels vergelijken. Je moet de juiste stromen hanteren. En je moet 25 graden en 85 graden bij elkaar pakken. Dat zou eronder moeten staan, maar dat komt niet te zien. Misschien dat mijn stikje niet goed genoeg was. De volgende slide laat ik denk dat April is. En April, dat is de Europese nieuwe richtlijn waarbij je verschillende, dat kan van alles zijn, een koelkast, een apparaten, wilt kunnen laten zien. Nog even hier, niet alle KSF-fosforen zijn hetzelfde. Je zou heel goed in de gaten als je vergelijkingen doet, dat je dat op de juiste manier doet. Dat je met de juiste waarde, de ene zegt in zijn datasheet de waarde bij 25 graden, de andere bij 85 graden. Ja, bij 25 zal die efficiëntie er veel mooier uitzien dan bij 85 graden. Dus kijk goed als je een vergelijk doet van alleen een datasheet,
of dat inderdaad wel allemaal correct is. Ook de stroom, hè, is de stroom te hoog? Een typische stroom, want daarbij wordt de efficiëntie gegeven. Een hogere stroom betekent altijd, als je hem lager zou aansturen, krijg je veel mooiere efficiëntie. Dus ook dat moet vergeleken worden. Goed, April. Nieuwe European Regulation betekent eigenlijk dat al die makers van koelkasten en van lichtbronnen, light sources, die moeten hun product geregistreerd hebben in deze database. En als je dat doet, dan krijgt hij een bepaalde waarde en klassificatie, zoals je het label allemaal kent, wat al sinds jaar en dag op de koelkast zat als je hem kocht. Dat staat nu ook, dat is er nu ook voor de lichtbronnen, de COB's. Al onze producten die zijn erin. Het kan zijn dat de nieuwe generatie daar nog niet helemaal in staat. Maar als je het niet kunt vinden en je hebt het nodig, dan vraag het aan ons. Ja, referenties. Er is een white paper over eigenlijk color rendering. Daar staat nog veel meer in dan wat ik hier verteld heb. Dat zou eigenlijk ook nog een aparte lezing zijn. Wat ik nu het meeste over verteld heb, is dus toch die Lux series, die KSF fosforen. Dat white paper komt, is er waarschijnlijk in december. Er moet nog wat gefine-tuned worden, met name op die metingen. Vergelijk appels met appels. Dus zorg dat je de juiste getallen met elkaar vergelijkt onder de juiste condities. En de kwaliteit van het licht, dat is een van de dingen die gewoon enorm belangrijk is voor juiste kleurweergave en om alles zo mooi mogelijk te maken. Dat was wat ik wilde vertellen.